uiteindelijk toch gewonnen. Ja, onbeschrijfelijk. Echt, het was heel spannend. De eerste helft, eigenlijk in de rust, zag ik ook allemaal kopjes naar beneden hangen. En ik dacht, gaat het nog lukken? En ja, uiteindelijk die rode kaart helpt wel mee. Maar hoe we uiteindelijk weer veerkracht tonen als team is onvoorstelbaar. Het zijn leuke wedstrijden voor de keeper, want je hebt moeten laten zien dat je goed kan keepen. Ja, nee, dat is het leukste. Ja, tuurlijk. Eigenlijk, de winst is natuurlijk het belangrijkst. Maar als je daarbij ook nog echt je steentje kan bijdragen, ja, dat is heerlijk. Dat is fantastisch. We hebben een paar keer gezegd op de radio, het is aan jou te danken dat het maar 1-0 is bij de rust. Want wat jeetje, wat pak je daar aan ballen eruit? Ja, het ging lekker. Ja, eerste helft ging goed. Het bleef ook een beetje hangen. Hij bleef hangen in de 16 continu, waardoor ik inderdaad ook veel aan het werk moest. Maar ja, ik kon ze eruit houden gelukkig. In de tweede helft deed je ook een paar prachtige reddingen en ik zag je groeien. Hè? Je speelde met het publiek achter de goal. Ja, nee, op een gegeven moment weet je en je voelt het ook gewoon aan alles. Mentaal word je zo sterk en je merkt het in de verdediging ook. Op een gegeven moment een afstandsschot die ik uit de hoek kon tikken. Ja, dan heb je het gevoel van nu gaat er niks meer in. Nu gaat er echt niks meer in. Uiteindelijk toch een mooi slot op het seizoen, hè, waarbij jullie nog even bovenaan gestaan hebben. Dan terugzakken naar de derde plaats en dan in deze drie finales op een rij gewoon de winst pakken. Ja, bizar. Ja, het is echt fantastisch dat je het zo kan afsluiten. En vooral toch wel echt een hele hechte groep. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. We hebben het echt gewonnen omdat we als team zo goed waren. We hebben het zo leuk met z'n allen. En dat is echt wat de doorslag gegeven heeft, denk ik. Volgend jaar ga je in het eerste spelen in zondag. Hoofdklasse, een heel ander niveau. Je komt daar waarschijnlijk als tweede keeper. Maar ja, zoals je vandaag staat te keeper, dan krijgt Tim het nog zwaar. Ja, Tim is een fantastische keeper, dat weet iedereen ook. En ik hoop vooral heel erg veel te leren. En ik hoop het natuurlijk ook Tim wel een beetje lastig te kunnen maken. Dat is voor hem ook leuk en voor mezelf ook leuk. En natuurlijk, het liefst wil je alles spelen en alles keepen. Dus daar ga ik wel gewoon alles voor doen en dan gaan we het zien.